Nationaleberoepengids.nl. Dat is een fijne site als je wil weten wat voor banen bij je past. Ik bedoel, wat voor beroepen er ook allemaal beschikbaar zijn en zo. En ik wil bijvoorbeeld, ik vind het bijvoorbeeld fijn om te weten, omdat ik weet, ik ken mezelf al aardig goed, ik heb best wel veel zelfkennis. Kan ik hier kijken op competentie en dan kan ik dus kijken naar, een heleboel competenties zijn er beschikbaar. En wat ik zelf bijvoorbeeld ben, is analytisch. En dan kan ik dus klikken op analytisch. En dan kijk je dus al die beroepen, die beroepsvormen, die passen bij analytisch. Nou, ik heb zelf al eerder een salarisniveau gefilterd. Salaris boven de 10.000 euro. Natuurlijk, dat hoort er dan een beetje bij. Maar ik weet nog niet zeker welk beroep ik wil. Dus ik ga even kijken of ik deze wil. En ik wil ze allemaal proberen. Dus ik klik op middelste muisknop. Hij opent geen linkje. Het is geen linkje. Kijk, als je hier staat, daaroverheen gaat, zie je linksonder in de browser, zie je een linkje. Zie je de link waar je naartoe gaat, maar hier dus niet. Dus dat is echt heel verwarrend. Dus op het moment dat je hier op de linker muisknop op klikt, dan opent hij in dezelfde, kan je hem dus steeds op laten. Dat is super irritant. Oké, dan gelukkig heb ik een stuk code geschreven die ervoor zorgt dat de link die als je hierop zou klikken, dat die ook echt als link beschikbaar wordt in plaats van via JavaScript. Dus wat ik doe, en de code die staat in de comments. Wat ik doe, ik klik op F12 op het toetsenbord. Zo. Dan gaat de console open, zoals dat heet. En de console, dat is een onderdeel van Chrome, waar je dus heel veel dingen kunt aanpassen. Je kunt de HTML aanpassen. Nou, dat ga ik allemaal niet veel doen. Er zijn hier allemaal tabbladen. En op dit moment, het belangrijkste tabblad is dus console. Klik erop en dan zie je dus dit voor je. Wat je dan doet, is je kopieert de code die je in de comments ziet. Die plak je in de console, zoals het heet. En klik op enter. En dan zie je hier wat veranderen. Ik druk nog op F12, dan kun je het allemaal beter zien. En dan zie je dus hier de blokjes en dan zie je dus de link eronder. En als je dan linksonder in de browser kijkt, zie je dat er inderdaad een link achter zit. Dan kun je dus gewoon met de middelste muisknop erop klikken. En dan zie je dus de link open in een nieuw tabblad. Tekenaar. Ja, ik word tekenaar. Dat lijkt me leuk.